Wat is het doel van jou, voor jou, van deze South by Southwest? Met VR-master zijn we nu in beta en we willen contentmakers zoals fotografen, filmmakers ontmoeten die met VR aan de slag willen gaan. En wij bieden daar een hele makkelijke oplossing voor. En VR, virtual reality, is een groot onderwerp dit keer hier. Ik zie Samsung, ik zie elke plek eigenlijk waar ik ben, zie ik die grote brillen en bedrijven die ermee bezig zijn. Wat is de kracht van VR? Ja, dit is echt verrassend dat elk bedrijf, McDonald's zit er bij Gillette. En nog een paar partijen die gewoon, overal zie je mensen op, heb je er gezien op fietsen met VR-brillen? Dat is volgens mij heel erg zweten, maar ja. Wat is het grote voordeel van VR is dat je mensen echt in de situatie kunt zetten. Ik weet nog goed vorig jaar op het jaarcongres dat Stekel een VR-film met schaatsen. En dat hij automatisch in de houding ging staan alsof hij aan het schaatsen was. En dat is wel de kracht van VR, dat je echt meteen in een omgeving staat en je inleeft. De zwakte lijkt mij, althans dat zei Robert Kobel gisteren ook tegen ons. Je moet het zelf meemaken en dan ervaar je de waarde pas. Hè? Je kunt het niet eigenlijk laten zien aan iemand. Nee, je kan het echt niet uitleggen. Maar ik denk dat het hetzelfde was met heel veel nieuwe technieken. Leg eens aan, toen mensen voor het eerst een film zagen, zaten ze in de bioscoop. Er kwam een trein aan en mensen renden de bioscoop uit. Ze dachten, ik word aangereden. Met VR moet je uitleggen aan mensen dat je kunt rondkijken in een omgeving die digitaal is. Ja, je moet het echt een keer meemaken. En dat komt er gewoon aan. Je ziet dat Google 1 miljoen cardboard VR-brillen heeft verstuurd naar alle abonnees van de New York Times. En Samsung geeft nu de Gear VR-bril weg. En die kostte 2 jaar geleden nog €200. Dus het publiek komt er vanzelf mee in aanraking. En waarom is VR geen hype zoals 3D-televisies bijvoorbeeld dat wel waren? Ja, je hebt sowieso een Gartner-curve. Dus elke trend heeft een keer een piek en gaat daarna weer naar beneden. En VR is natuurlijk al heel oud. Het is eigenlijk in de jaren 90 ontwikkeld. Toen was er geen rekenkracht van de computers. Alleen de mogelijkheden waren echt legio. En is het heel lang stil geweest, dus sinds 2012 is het weer een opkomst. En je ziet, waarom is het geen trend? Voor mij is dat je ziet en alle grote merken zijn ermee bezig. Google, Facebook, Samsung, HTC, Sony. Dus ze kunnen niet allemaal verkeerd zijn. Maar je ziet ook heel veel toepassingen. Je ziet en in de sport, je ziet en in entertainment. En in de gezondheid, voor therapie. Je ziet en in training, en in musea, en in de bouwwereld om een gebouw te laten zien. Er zijn zoveel toepassingen waar het zinvol voor is. Dus daar geloof ik er heilig in dat het geen trend is. De kracht dat andere partijen de waarde zien is natuurlijk duidelijk. De zwakte of het moeilijke lijkt mij voor jou. Hoe gaan jullie de strijd aan om dat platform te worden dat belangrijk wordt? Ja, dat is een goede vraag. Ja, je ziet natuurlijk die mastblokken van YouTube en Samsung, daar kan je niet tegenop. Laten we eerlijk zijn. Dus alleen daartussen zie je nog gewoon heel veel ruimte voor. Wij zijn onafhankelijk. Wij werken op alle platformen. En je ziet dat Samsung kiest voor Facebook, kiest dus ook voor Android een beetje. Of die kiest voor Oculus. Je ziet het, YouTube kiest automatisch voor Android. Dus je ziet heel snel dat platformen nu een keuze maken. En wij zeggen, wij maken geen keuze, wij zijn gewoon onafhankelijk. We bieden voor alle platformen een oplossing. En dat is onze kracht. En daarbij komt dat wij VR aanpakken zoals VR gewoon bedoeld is. En dat is, je kan in VR teleporteren, je kan naar meerdere plekken gaan. En je kan tijdreizen. Dus je kan echt een beleving creëren, een wereld. En dat doet YouTube eigenlijk niet. En Facebook ook niet, vinden wij. Je hebt op het podium gestaan gisteren. Je mocht presenteren. Je had maar liefst 1 minuut om je verhaal in te doen. Hoe ging het? En dat was echt geweldig. Het was 1 minuut voor 500 man in het Engels. Dus ik begon heel rustig en goed. En daarna werd het eigenlijk een zootje. Maar ik heb wel alles wat ik moest zeggen, heb ik gezegd. Alleen ik weet niet of het de laatste 30 seconden was. Of dat goed is. Maar ik vond het echt geweldig om te doen. Maar het was af en toe een beetje rommelig. Maar ja. En wanneer ben jij tevreden met deze South by Southwest? Wat moet je eraan gehad hebben? Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen, want we gaan vanaf woensdag 3 dagen hier tegenover in de Hilton, waar we net zijn weggestuurd, op de beurs staan, de VR experience. En daar willen we mensen aan dus gaan binden. Dat kunnen of de content creators zijn, of webdevelopers. Ja, en als er nog 1 of 2 investeerders langskomen die met ons willen praten, dan is het echt geslaagd.